Gaat het? Ja. Heb je nog erg veel pijn? Heel erg. Heel erg. En als ik zo druk, doet dat ook zeer? Ja. Nou, we gaan voor de zekerheid een foto maken van je enkel. Dan komt de dokter bij jullie kijken en dan horen we zo meteen weer meer. Ik geef je wel alvast wat pijnstilling. Hopelijk helpt dat een beetje. En dan mogen jullie daarna nog even plaatsnemen in de wachtkamer. Meneer De Bruin, komt u gauw verder. Papa, die meneer was veel later dan wij en hij is eerder aan de beurt. Ja, ik snap er ook niks van. Ik ga het eens even vragen. Er komen hier mensen met allerlei soorten klachten. Zelfs levensbedreigend. Nou, je snapt dat die natuurlijk zo snel mogelijk geholpen moeten worden. Daarom kijken we bij iedereen die hier binnenkomt hoe ernstig het is en wie er met voorrang geholpen moet worden. Dat betekent dus dat je soms wat langer moet wachten omdat iemand geholpen wordt met een nog groter probleem dan jouw beenblessure. Maar natuurlijk doen we ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Als het ernstig is, mag u voor ons hoor. Ik heb alleen maar een beetje pijn in mijn been.